Sport in Grauw, wereldwijd, maar toch dichtbij. Ja, ik was 12 jaar toen ik begon en ik ben hier in Grauw begonnen. Ik zag het een keertje op tv en ik dacht, dat wil ik gaan doen. Dus samen met moeder zijn we dingen gaan regelen en hadden we een trainer in Leeuwarden. En die kon ons training geven en zodoende zijn we in Grauw begonnen. Wij zijn ook de enige club in Friesland. Okay. En naarmate ik langer in de sport zat, ben ik met mijn trainer Purmerend gegaan om daar verder te trainen. Ja. Wij hebben verschillende hoeveelheid leden. We zitten nu rond 10 leden. Ja. Leuren te turnen kun je beginnen als jongs af aan. Je moet een bepaalde lengte hebben, maar verder kun je beginnen. En je hebt hele mooie beginonderdelen die je kunt oefenen. En hele mooie stapsgewijs oefeningen om verder te komen. En door heel veel herhaling, dan kom je er. Dan 2024, hoe zie je terug op dat jaar, Marien? Heel positief. Ja, ik heb heel hard zitten oefenen. Mijn doel was om een hele schroef te springen op het WK. En na heel veel uren is het toch gelukt en daar ben ik ontzettend blij en trots op. Ja, hoeveel uren train je dan wel niet? Voor Reurad train ik 5 uur of soms iets meer per week. En daarnaast doe ik nog gewoon turnen. En dan doe ik ook nog 5 uur per week. Het gewone turnen, moet dat er ook gewoon bij om deze sport goed te kunnen? Het moet niet, maar het is wel een groot voordeel. Want daar leer je al de salto's en de schroeven en de spanning. En bij Reurad is dat dan heel fijn om het te gebruiken. Maar de spanning die ik leer bij Reurad gebruik ik weer bij turnen. Dus het helpt elkaar heel goed. Ja, dan het WK. Ik neem aan dat je ook, Maria, het eerste voorwedstrijd hebt gedaan. Ja, we hebben 3 kwalificatierondes. En daarna hebben we een NK gedaan. Alleen de 2 Nederlands kampioenschappen. Alleen de eerste 2 rondes waren de voorrondes voor het WK. En dan moet je bij de beste 5 van mijn groep zitten. Je hebt de junior dames, de senior dames, dat ben ik. En dan heb je nog de junior jongens en de senior heren. En ik zat bij de beste 5 van Nederland, van de senior dames. Dus, en ik heb de hoeveelheid minimale punten gehaald. Dus ik werd uitgenodigd om mee te doen. Ja, senior dame, wat voor leeftijd categorie begint die, Maria? In het jaar dat je 19 wordt. Okay. Dus je kunt 18 jaar zijn, maar als je 19 wordt dat jaar, dan ben je senior. Ja, dan ben je gekwalificeerd. Dan moet je denk ik nog harder trainen, of niet? Ja, we hebben dan als Nederland hebben we dan een organisatie die dan extra trainingen organiseert voor de WK'ers. En vanuit daar hebben we na meerdere uren getraind. En dan met je eigen club, dus voor mij Purmerend, hebben we ook nog wat extra uurtjes zitten trainen. Ja, want ja, het is dan een selectieprocedure natuurlijk, waar je dan voor geselecteerd bent. Daar eigenlijk trainingsuren, moet ik dan denken aan een soort Team NL? Ja, we hebben vanuit de organisatie hebben wij kleren gekregen en zijn we echt als een team daarheen gegaan. En je turnt voor jezelf, maar het is echt een team gevoel wat je daar hebt. Wat is je doel voor 2025? Een anderhalve schroef springen. Dus weer een halve draai verder. En ik heb een nieuwe muziekoefening. Zoek je die muziek zelf uit? Ja. Oké. Okay. Ja, wat mij het fijnst ligt en daarmee maken we een oefening. Je hebt geen verplichte muziek die je mag doen. Ik kies voor Disney muziek en daar dans ik en turn ik heerlijk op. Ja. Dus dat wordt mijn oefening. Ja. Je krijgt subsidie van HVS. Wat doe je met dat geld van die subsidie? Die subsidie die helpt mij heel erg om de materialen zoals een reurad te kopen. Maar ook om naar het WK te gaan. Wij krijgen geen subsidie vanuit de organisatie om naar het WK te gaan. Dat moet allemaal vanuit ons eigen potje komen. En het is niet goedkoop om naar het WK te mogen. Dus vanuit die subsidie is het heel fijn dat wij dat echt een helpende hand is. Ja, want je koopt dit materiaal allemaal zelf? Ja, en raderen zijn niet goedkoop. Waar moet ik aan denken? €2000. Oké. Per rad. Maar ik zie hier ook verschillende maten. Klopt. Je hebt maten van 1,60 meter tot en met 2,45 meter. En je hebt per persoon heb je soms 2 of 3 verschillende raderen nodig. En waar heeft dat met te krijgen? Met de lengte of niet? Ja, met de lengte en wat je doet. Bij spiralen moet je echt kunnen steunen, dus moet je goed bij de grepen kunnen. Ja.
Dus daar heb ik een kleine rat dan voor rechtuit. Want daar wil ik mooi kunnen zwaaien en mijn armen kunnen bewegen. En om dan niet me te stoten tegen het rat, wil ik die graag groter hebben. Ja. En voor sprong heb ik een nog groter rat. Want dan is het makkelijker om er bovenop te komen. En heb je net wat meer ruimte om van het rat af te springen, voordat je op de grond komt. Ja, en die moet je ook altijd mee hebben. Moet je ook een aanhangwagen mee hebben, neem ik aan. Klopt. Als je ergens wil trainen waar geen raderen zijn, dan moet je ze meenemen. Ja. Maar waar ik train, zijn de raderen zelf. Dus dan hoef ik ze niet mee te nemen. Maar voor het WK, daar waren geen raderen. Dus we hebben alle verenigingen vanuit Nederland hebben allemaal raderen meegenomen. Zodat ook de andere turnsters, ook van het buitenland, mee konden doen. Ja. Waar zit je plezier en je passie, Marianne? Weet ik niet zo goed. Ik vind het gewoon heel leuk om te doen. Ik ga er ook met plezier heen. Het geeft me zoveel energie. En het doen van nieuwe onderdelen, denk ik. Dat je een doel hebt. En dat duurt soms een half jaar of een jaar voordat het lukt. Maar als het lukt, dan is het gewoon ontzettend leuk. En ja, en ook dan als andere turnsters hetzelfde doel hebben. Of een ander doel, maar het duurt net zo lang. En die halen het, ben je net zo blij. Dus het gewoon het halen van doelen, dat maakt het zo leuk. We zijn er weer bij. Sport in Grauw. Wereldwijd, maar toch dichtbij. Bijzonder hier te wezen in de sporthal de Twine in Grauw. Jan Koops, u bent trainer van Mariette. Wat is Mariette van Turnster? Dat is een turnster die heel veel durf heeft en heel nieuwsgierig is. En ook sterk hoor. En dat is wel pre. En altijd op turnen zat. Dus toen in mijn reurad hierheen geroepen werd, toen wou ze dat gelijk ook wel doen. Ja, dan wel bijzonder dat Mariette uit Grauw zo met die sport bezig is. Hoe ziet u terug op dit jaar met de resultaten van Mariette? Geweldig, geweldig. Ik vond het geweldig dat ze aan de wereldkampioens mee mocht doen. Ja. Dat ze geselecteerd was. En dan had ze me daar ook nog een derde plaats bij de sprong dan wel. En ze was op dat moment ook de beste Nederlander. Dus ze was voor mij ook Nederlands kampioen. Van Nederland, die worden uitgeselecteerd als ze genoeg punten hebben. Ja. Dat vraagt dus onze bond om uitgezonden te worden. Dus. Mogen we er een beetje van uitgaan over 2 jaar dat ze mee om de prijzen gaat van het wereldkampioenschap? Ja, zo enthousiast is ze wel, want ja. Ze bedenkt alweer dingen die nog nooit vertoond zijn. Dus en dat geeft bonuspunten. Sport in Grauw volgt ook jouw sportactiviteiten.